Ik ben Jordi en ik ben vandaag baas van het AFA-stadion. De 10-jarige Jordi uit Langendijk had het dinsdag voor het zeggen bij AZ. In het kader van de Internationale Dag voor de Kinderrechten nam hij de taken over van algemeen directeur Robert Eenhoorn. 'S Ochtends kreeg Jordi de sleutel en was hij voor één dag de baas. Nou, ik ga dadelijk lekker naar huis. Dan laat ik het gewoon aan Jordi over de rest van de dag. Als je mij aan het einde van de dag één tip kan geven, waarvan jij denkt dat het beter kan dan hoe het nu gaat. Dat zou mooi zijn. Een graszaadje ontkiemt pas als het 10 graden is. Nu is het vandaag is het pas 4 graden. Nou, dan groeit het niet. Dus licht en warmte, een beetje water. Je hebt wel een warm welkom gekregen. Ja, is dat daar welkom, Jordi, en daarop. Ja, hoe vind je dat? Cool. We hebben een nieuwstaande directeur van de dag. Hey, hoe cool is dat? Vandaag was je dus de baas van het stadion. Voelde je ook echt de baas? Een beetje. Als stadionbaas heeft Jordi ervoor gezorgd dat alles en iedereen voorbereid is op het eerstvolgende thuisduel met Willem II. Ik heb het gras, heb ik de lampen verschoven. Ik heb in de kleedkamers gekeken, in de gang waar hun uitkomen. We hebben bij de game room gekeken waar ze FIFA spelen. En we hebben allemaal kantoortjes bekeken. En we zijn bij de echt officiële directeur geweest, zeg maar. En, heb je tip voor me? Misschien wat meer met de kinderen doen, dus wat meer kinderfeestjes en dat soort dingen. Zodat je ook schoolreisjes kan hierheen en kinderfeestjes kan doen. Oké. Okay. De sleutel terug. Ja. Doei, bedankt hè. Ja.